Hi allemaal, ik heb een shopblog voor jullie. Het is echt een beauty shopblog. Ik heb echt heel veel beauty spulletjes om te laten zien. En vandaar dat ik hem ook gewoon echt een beauty shopblog noem. Dus als jij het leuk vindt om te zien wat voor beauty spullen ik heb gekocht, kijk dan gewoon mee. Als eerste kocht ik wat voor mijn haar. Deze Speedy Twister. Er was 25% korting bij de Ethos. Hij was 2,25. Uiteindelijk betaalde ik 1,75. Je kunt hier een knotje mee maken. Ik heb ook wel een knotvulling, maar ik vond het toch wel leuk om deze ook te hebben. Want soms, de knotvulling is best wel veel werk, vind ik zelf. En soms wil je gewoon even gauw klaar zijn en dan draai ik deze erin. En dan zit het gewoon goed. Het is niet een heel moeilijk kapsel en toch leuk. Dus vandaar dat ik deze kocht. Toen was ik op zoek naar een handcreme. Eigenlijk een handscrub. Ik las op internet gewoon dat je handscrubs had. En ik vond eigenlijk, vond ik het ook wel fijn. Want je hebt nu met dit weer, heb je gewoon echt hele droge handen. Tenminste, En ik doe dan natuurlijk mijn handcreme gebruiken. Maar het leek me ook wel fijn om een scrub te hebben. Zodat ik eventjes de dode cellen kan scrubben. En ik las dat je die bij de Ethos had. Toen ben ik naar de Ethos gegaan en ik moest echt heel erg lang zoeken, maar uiteindelijk heb ik hem gevonden. En dat is deze. Deze kost €2,56. Als ik het goed zeg, €2,65. Ik ga even kijken, dat is wel zo makkelijk. Als ik het gevonden heb, €2,53 was die. Heb je dus een scrub voor je handen. En je kunt het ook zelf maken, maar ik vind het toch vaak kant-en-klaar makkelijker. En het is wat fijner. Ik ben benieuwd hoe die is. En binnenkort zal er een item volgen over scrubben. Dus als je ook benieuwd bent hoe deze dan valt, dan zou je daar even bij moeten kijken. Want daar zal ik het bij zetten. Maar ik ben hier eigenlijk heel blij mee, omdat ik hier op zoek was. Dan ben ik bij de Oppishop geweest. Ik ging mijn haar doen en ik zocht eigenlijk een kwast om het wat makkelijker te maken met bijkleuren, zeg maar. Toen dacht ik, deze kwast die heb ik dus gekocht voor 99 cent voor mijn haar. En het komt gewoon makkelijk. Daar kocht ik ook nog een Labello Pearly Shine. Dit is echt mijn favoriete Labello. Deze geeft zo'n heel mooi glanseffect. Je hebt toch een soort kleurtje op. En het is gewoon een fijne lippenbalsem, vind ik zelf. Dus vandaar dat ik die weer heb meegenomen. Hij is bij de Oppishop was hij maar €2. En normaal betaal je bij Kruidvat of zo €3,25 als ik het goed heb. Misschien nog wel meer. En dan vind ik toch, als je weer geld kunt besparen, waarom niet, hè? Dus ik had jullie al verteld dat je bij de blogger had je organizers. En toen had ik al verteld dat ik op zoek was naar een organizer voor mijn wattenstaafjes in mijn blog. Ik heb hem dus gekocht. Ik zal hem even kort laten zien. Dit is dus de organizer. Je onderkomende wattenstaafjes dan zo uit die je bovenop invult. En echt super fijn deze. En ik ben echt blij dat ik hem uiteindelijk heb gevonden. Deze dus van de blogger. Dan ben ik bij de Action geweest. Bij de Action neem ik het vaak meer mee dan je soms wil. Tenminste, ik wel. Maar op zich valt het nog mee. Ik ging eigenlijk alleen voor de foam shower gel. Ik had hier al wat reviews over gelezen. En ik heb hier ook een aantal producten van foaming. En het is eigenlijk heel lekker spul. En toen was ik eigenlijk ook wel benieuwd naar maar deze dus. Het is een fijn product als ik de reviews moet geloven. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Dat was €1,99. €1,99. En toen zag ik deze liggen. Deze oogschaduws. Smoky Duo Stick heet het. Het is een twee stappen oogschaduw. Ik weet niet hoe die werkt. Het staat achterop. Ik heb gekozen voor eigenlijk wat nude tinten. Ik hou echt van nude.
Dus vandaar dat ik deze tinten heb gekozen. Dit is de oogschaduw en dan heb je deze. Hier zit geloof ik een... Ja, wat is dat? Oh, de punt, een puntige top. Staat achterop hoe je het moet doen. En deze waren 1,09 euro per stuk. Dus die vond ik wel leuk. Dan had ik ook mijn H&M bestelling binnengekregen. Ik had een poosje geleden had ik die al besteld, maar hij was wat langer leverbaar. En uiteindelijk heb ik hem binnengekregen. De lipstick. Lippen was het, ja. Een nude lippen. Nude, moet ik zeggen. Ik zal hem even openmaken als ik hem ook krijg. Deze had ik echt al, volgens mij een maand geleden of zo besteld. Maar hij was elke keer niet leverbaar of zo. Hij was in ieder geval werd hij later geleverd dan de lipsticks. Dus de lipsticks heb ik al lang laten zien. Oh, hij is al wel lekker... Lekker vies, moet ik zeggen. Ja, maar ik wil weer schoon. Deze lippen van H&M. Natural Beauty heet die. En die draai zo omhoog, zeg maar. Is het een draaidop. En ik vond deze kleur gewoon heel mooi. Hij kostte €4,95. En vandaar dat ik hem had gekocht. Bij H&M dus, op de website. Dan ben ik bij de HEMA geweest. In deze zak zit het nog. Bij de HEMA, wat was afgelopen weekend, kon je daar je zak vullen van Sint. Daar kreeg je dan 15% korting op alles wat er in de zak paste. Nou, daar kocht ik... crème oogschaduw in een vorm van een potlood. Dit is een goudachtige kleur, geloof ik. Ja, het is een beetje, het is nummer 5. Beetje goudachtig. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En deze kostte €2,25 per stuk. En ik vond deze wel heel erg mooi. Is die? En toen las ik een aantal reviews over een illuminating cream, als ik het goed zeg. Om echt een beetje te highlighten en om het gewoon sommige punten wat beter uit te laten komen. Die hadden ze bij de HEMA en daar was ik eigenlijk ook heel benieuwd naar, omdat je nu de korting kreeg, had die ook genomen. Zo, ik ben lekker bezig. Dat is deze. Een kleur goud, want je had bij de HEMA waar ik was maar één kleur. En als je het goed uitsmeert, dan krijg je een mooi effect. Dan kun je echt wat punten in je gezicht het makkelijker uit laten komen. Soms wat mooier ook. En ik ben heel erg benieuwd om deze te gaan testen. Deze was €4,50 en ik kreeg in totaal €2,03 korting. Dus dat is altijd natuurlijk mooi meegenomen. Een kortingacties. Dan ben ik bij nog een kortingactie geweest. Dat was gisteravond. Bij het Kruidvat had je van 5 tot en met 8 uur 1% gratis op make-up. Dat vind ik altijd natuurlijk leuk. En ik had al een aantal dingen gezien die ik heel graag wilde hebben. Dus vandaar dat ik even ben geweest. Ja, dus ik zal het even uithalen. Ja, deze hoorde er niet bij, maar deze wilde ik heel graag hebben. Een nagelolie. Deze nagelolie die... verzorg je nagelriemen, omdat ik natuurlijk altijd ik ben ook echt heel veel met mijn nagels bezig. En ja, ik heb wel nagelolie en die is van Essence, van een limited
Nee, niet van de limited editie geloof ik. Maar ja, ik kom niet zo vaak meer in winkels met een tweede schap. Dus toen zocht ik wel een alternatief en dat is deze geworden. Deze was 2,99 per stuk. Dus dat is deze. Dan naar de make-up. Ik wilde al heel graag de Metal Glam oogschaduw hebben. Echt al een hele poos, maar ja, elke keer kocht ik hem toch weer niet. Ja, waarom, dat weet ik dan weer niet. Toen dacht ik, nou, weet je, komt wel. Maar ja, nu had je natuurlijk die 1% gratis. En toen dacht ik, ja, nu ga ik hem echt halen. Dit is deze, 2,39 per stuk. Metal Glam. Ik heb gekozen voor Frosted Apple, nummer 3. Het is echt een mooi oogschaduw. Echt een mooi kleurtje, vind ik. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Ja, aardig nude ook. Ja, gewoon echt een leuk kleurtje, vind ik het. Dus ja, ben ik wel blij mee. Dan kocht ik ook It's Purple. Dat is dit kleurtje. Beetje paarsachtig. Wat ik wel leuk vind. Beetje variatie in mijn make-up, zeg maar. Ben ik ook blij mee. En dan kocht ik nog deze eyeliner. Ik had altijd zo'n eyeliner, maar ik heb tegenwoordig een potje. En het leek me ook wel weer fijn om deze eigenlijk te hebben. Dus vandaar dat ik deze ook weer heb gekocht. En ik ben er blij mee. Vandaar deze. En dit was ook meteen mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en graag tot de volgende keer.